Cornell Universiteit in Amerika. En hier wil ik gewoon mijn roeivaardigheid en vooral mijn vermogen verbeteren. Dus, ja, dat lijkt me best wel een goed plan inderdaad. En ik hoop dat je die dingen dan ook mee kunt nemen terug naar Delft. En dat je hier dan kan gaan shinen zoals een Golden Boy dat hoort te doen. Over Golden Boys gesproken zit hier ook Jelle Ammerlaan. Hij heeft samen met Wietse in de 2 zonder op de varsity ook gestart. Het was een mooie wedstrijd. De start hebben ze alleen wel gemist. Dus ze zijn achter het veld aan en weggestart. Maar hoe heb je deze ervaring dan om weten te draaien naar iets positiefs? Want op de Hollandia ging het wel een stuk beter. Ja, je moet dus blijkbaar op tijd zijn bij de start. Dat was een goede les. Maar toen gewoon de Hollandia gewoon plankgas weggestart. En dan wil je wel gewoon lekker meeroeien. Ja, dit zijn mooie woorden van de heer Ammerlaan. En ik denk dat velen hier wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Wat denk jij hier?